Deze video gaat over de woningmarkt, bedoeld voor bedrijfseconomie, HAVO en VWO. We gaan het hebben over de woningmarkt, over huurwoningen, koopwoningen, het aankoopproces en hypothecaire leningen. Zo leer je hoe de woningmarkt in elkaar steekt, je leert wat verschillende rechten en plichten op de markt voor huurwoningen zijn, je leert welke partijen er betrokken zijn bij het aankoopproces en je leert wat een hypothecaire lening is. Als je ergens wil gaan wonen, dan spelen bij de keuze van waar je gaat wonen bepaalde factoren een rol. Ik ga er drie opnoemen, maar je zult er vast meer kunnen bedenken. Een van de factoren is: ja, wil ik uh, wat stads gaan wonen, of wil ik misschien wat meer richting het platteland of overal wat daartussen wat zit? Uh, dat noemen we locatie. de locatie. locatie is van belang als je ergens wil gaan wonen. Een tweede factor is: ja, vind ik het wel of niet belangrijk dat ik naast of dichtbij een markt of winkelstraat uh, woon? Of misschien een school in de buurt voor toekomstige of huidige kinderen. Of vind ik het helemaal niet belangrijk. In andere woorden, wat voor faciliteiten wil ik in de buurt hebben? Wat voor dingen vind ik belangrijk om snel bereikbaar dicht bij mijn woning te hebben? Een derde en ook niet onbelangrijke factor is de financiën. Heb ik genoeg spaargeld of moet ik lenen? En als je gaat kopen, zal het bij de meeste mensen een combinatie van beide zijn. Dus de financiering speelt ook een grote rol in de keuze van waar je gaat wonen. Iedereen die graag een huis wil, of het nou huren of kopen is. En iedereen die graag van een huis af wil als het om kopen gaat. Of graag een huis wil verhuren als het om huren gaat. Ja, die ontmoeten elkaar allemaal op de woningmarkt. En die woningmarkt is eigenlijk het geheel van vraag naar woningen en aanbod van woningen. En die markt is abstract. En wat betekent abstract? Dat betekent dat je het niet kunt aanraken. Het is geen letterlijke markt waar je heen gaat, zoals de zaterdagmiddagmarkt. Uh, waarin... ...waar je kraampjes ziet met huizen. Nee, dat is onzin. Het is een geheel van vraag en aanbod en je kunt het niet aanraken. Dat maakt het een abstracte markt. En op een markt, eigenlijk op iedere markt, zijn twee partijen aanwezig. De vragers en de aanbieders. En hun gedrag is een beetje afhankelijk van de prijs. En nu gaan we het hebben over de woningprijs. Of het nou koop of huur is, maakt eventjes niet heel veel uit voor het voorbeeld. Um, als die prijs heel hoog is dan zullen vragers, deze blauwe lijn, niet heel enthousiast zijn om een woning te willen. Je zal het ook zien, de, vraag, de prijs is heel erg hoog en de vraaglijn is maar heel erg aan het begin, net voorbij de oorsprong. Ja, en als die prijs wat dimt, wat daalt, dan zal de vraag allemaal toenemen. Dat geldt voor aanbod precies andersom. Als je graag het huis wilt verkopen of verhuren en de prijs is heel laag, dan heb je daar geen zin in, dan hou je het liever voor jezelf. Maar naarmate die prijs stijgt, zal het aanbod ook toenemen. Die ontmoeten elkaar ergens op het evenwicht. Dit geldt in principe voor iedere vorm of bijna iedere vorm van de markt. Die markt van woningen, de woningmarkt, is op te delen in twee gedeeltes. De huurmarkt en de koopmarkt. En die huurmarkt die is weer op te delen in twee zones, de sociale sector en de vrije sector. Nou, wat is nou het verschil? Het heeft te maken met hoeveel inkomen je hebt als huurder. Laten we even kijken hoe dat zit. Stel je voor je inkomen opdelen in verschillende niveaus, dan zal er een bepaald grenspunt zijn. Dat noemen we de inkomensdrempel. En als je daaronder verdient, dan kom je in aanmerking voor sociale huur. Daarboven, dan zul je vrij moeten gaan huren in de vrije sector. Nou, waarom is er nou een sociale sector? heeft heeft met het volgende te maken. Dat is voor mensen die dus wat minder inkomen hebben. En daar heeft de overheid een regeling voor bedacht. Namelijk als de huur die je moet betalen in verhouding tot je inkomen hoog is. Dan kun je huurtoeslag krijgen. Dus voor de mensen die met een wat lager inkomen onder de inkomensdrempel. Heeft de overheid een regeling. Als de huur te duur is dan helpen ze je daar een handje mee. Anders is het onmogelijk om ergens te wonen. Dat is wel heel erg prettig als je niet al te veel verdient. En heel veel starters, heel veel jonge mensen, die zijn ook gedwongen om in deze huursector, van deze huursector gebruik te maken. Bij de koopkant is dat niet zo. Bij de koopkant is eigenlijk alles afhankelijk van het spelletje van vraag en aanbod. Daar is geen overheidsingrijpen die ervoor zorgt dat mensen iets kunnen kopen of een subsidie zullen krijgen. Op de markt van huurwoningen zijn twee partijen actief. De huurders en de verhuurders. En die sluiten een contract af en met het contract komen rechten en plichten. De eerste plicht van de huurder is het betalen van de verhuurder. Dat moet op tijd en vooruit. Een tweede plicht van de huurder is het betalen en doen van klein onderhoud, zoals het schoonmaken van het huis of het bijhouden van de tuin. Een plicht van de verhuurder is dan het verzorgen van groot onderhoud. Mocht een stuk van het dak gerepareerd moeten worden, de vloer lekt of de cv-ketel stuk, dan is het voor de rekening van de verhuurder. Ook is de verhuurder verantwoordelijk voor het afsluiten van de opstalverzekering. Een verzekering die dekt tegen schade aan het huis zelf. Niet tegen schade voor spullen in het huis, daar is de inboedelverzekering voor. Als je als huurder wil verhuizen, dan kan dat, maar je hebt wel te maken met de opzegtermijn. Bij opzegging van de huur, het verbreken van het huurcontract, moet je de gehele opzegtermijn nog wel huur betalen, ook al ben je al vertrokken. Dit is om te voorkomen dat de verhuurder onverwacht een maand opbrengsten misloopt. Die opzegtermijn die moet dus helemaal uitbetaald worden. De opzegtermijn is voor de verhuurder op een ander verhaal gebaseerd. Namelijk, die moet de huur minimaal drie van tevoren opzeggen. En die kan de huur ook niet zomaar opzeggen. Daar moet een wettige reden voor zijn. De huurder moet het ook eens zijn. Als de huurder het er niet mee eens is, dan moet het via de rechter. Zo heb je als verhuurder niet het recht om een huurder zomaar op straat te zetten. En zo heb je als huurder dus wat zekerheid van een woning en een dak boven je hoofd. Dan de markt voor koopwoningen. Het aankopen van de woning gaat volgens een bepaald proces, het aankoopproces. En we gaan die stappen even doorlopen. Nou, het begint allemaal met de zoektocht. Je gaat waarschijnlijk zoeken op je laptop hier thuis. En dan ga je eens wat huizen bekijken en dan ga je eens over wat je mooi vindt in die huizen. En dat zoeken, of de fase die daarop komt, het uitkiezen tussen de geselecteerde huizen, gaat vaak met hulp van een aankoopmakelaar. Die aankoopmakelaar heeft expertise in het vak. Die weet veel van de handel van huizen en die weet ook veel waar je op moet letten als je naar een huis kijkt. En die is dus daardoor in staat om met de verkoper te onderhandelen over de prijs en de prijs op omlaag te krijgen. Dus die kan er ook voor zorgen dat je uiteindelijk minder betaalt voor de woning die je graag wil hebben. De tweede stap is de hypotheekadviseur. De meeste mensen op de koopmarkt hebben niet genoeg geld om in één keer een huis te betalen en hebben daarom lening nodig. Die lening komen we nog op terug in de volgende video. Um, maar daarvoor is een adviseur en die adviseur die weet heel veel van die leningen. De meeste mensen weten dat zelf niet. En aan hem kun je dus vragen stellen als: hoeveel kan ik lenen, of hoeveel euro is verstandig om te lenen? Welk type lening neem ik? Of uh, bij welke bank ga ik lenen? Daarvoor moet die laatste moet wel de adviseur een onafhankelijke adviseur zijn, want er zijn ook van bepaalde banken adviseurs ja, die gaan natuurlijk niet voor een andere bank kiezen. Het hele proces van het aanvragen van een hypothecaire lening kan je ook via de adviseur laten doen, maar dat kost natuurlijk wel geld. De volgende stap is de taxatie van de woning. Taxatie betekent bepalen hoeveel die waard is. Daarvoor heb je een expert nodig, een taxateur, en die kijkt naar het huis en die weet dan ongeveer in te schatten hoeveel het huis waard is. Als die waarde van de woning wordt geregistreerd bij het NWWI, het Nederlandse Woningwaardeinstituut, Instituut, dan is het een gevalideerde taxatie. En dan is die taxatie heel geloofwaardig en veel waard. De volgende stap is: we gaan langs de bank en we gaan die lening, waarover we geadviseerd zijn door de adviseur, gaan we aanvragen. De bank vraagt zich dus dan af: ja, hoeveel is eigenlijk je inkomen? Kun je mij wel terugbetalen? En heb je nog andere schulden? Hoe terugbetaal betrouwbaar ben jij? Vervolgens is de bank het ook wel eens met het taxatierapport van het NWWI en daar kijken ze naar om te verifiëren of het bedrag dat jij wil lenen wel in verhouding staat tot de woning die je gaat kopen. Als je veel minder wil lenen is het geen probleem, maar als je heel veel meer wil gaan lenen, dan moet je het toch gaan uitleggen. Als alles akkoord is, dan geeft de bank je de lening en kun je het huis kopen. Vervolgens is er een laatste stap. Dan ga je langs de notaris en dan ga je de eigendomsakte laten opstellen. Dat betekent dat je dan uh, de, het eigendom van de woning van de verkoper naar de koper gaat. Vervolgens wordt ook via de notaris wordt je ingeschreven in het kadaster. En het kadaster is eigenlijk een register van, uh, waarin staat uh, op wiens naam welke woning staat en welk stukje grond bij welk adres hoort. Als je de rijdende rechter wel eens kijkt, zul je er vaak wel eens van gehoord hebben. Als dit is gebeurd, deze inschrijving bij het kadaster, dan ben je officieel de eigenaar van de woning en is het aankoopproces afgerond. Zoals eerder benoemd, is het voor de meeste mensen die een huis kopen niet mogelijk om het met eigen geld te betalen. Die moeten een lening afsluiten, een hypothecaire lening. Bij het afsluiten van die lening zijn er drie partijen betrokken: de bank, de lener en het huis. De huis of het huis is misschien niet een aparte partij, maar speelt wel een aparte rol in het verhaal. De bank verschaft de lening aan de lener. En de lener kan daarmee het huis kopen. Vervolgens wordt het huis als onderpand aan de bank gegeven. En op het onderpand komen we zo terug. In ruil voor die lening betaalt de lener natuurlijk termijnbedragen terug aan de bank. Over die termijnbedragen kom ik terug in de volgende video over die hypothecaire leningen. De lener die geeft de bank het recht het huis te verkopen, mocht hij de lening niet terugbetalen. En dat recht geeft de bank zekerheid, want mocht je dus niet betalen, hoeft de bank niet te fluiten naar het geld. Dan kan de bank via het onderpand het huis verkopen en heeft de bank alsnog het geld terug. Dat zorgt ervoor dat de bank weinig risico heeft en dat de rente ook vaak relatief laag kan zijn. Dat hypotheekrecht ontstaat dus omdat het huis het onderpand is. Dus het hypotheekrecht is het recht op verkoop bij wanbetaling en het huis is daarvoor het onderpand. Dat maakt in dit verhaal de lener de hypotheekgever, want die geeft het onderpand aan de bank... En dat maakt de bank de hypotheeknemer, die neemt het onderpand van de lener. We hebben het gehad over de woningmarkt, de huurwoningen, koopwoningen, het aankoopproces en de hypothecaire lening. Je weet nu hoe de woningmarkt in elkaar steekt. Je kunt verschillende rechten en plichten op de markt voor huurwoningen benoemen. Je weet welke partijen er betrokken zijn bij het aankoopproces en je weet wat een hypothecaire lening is. Om te controleren of je deze leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken dat je niet, of heb je een andere vraag of een opmerking? dan zie ik die graag terug in de reacties. bedankt voor je aandacht en tot volgende keer.